Gaaf landman dit. Een land waarin burgers moeten toekijken hoe hun politieke leiders zichzelf en hun ondersteuners langdurig bezighouden met het zoeken naar bonnetjes, het stellen van kamervragen en het tegelijk zelf schrijven van de antwoorden, het versnipperen van een brief van de klokkenluider, kortom, met het verhullen van de waarheid. Alsof er geen problemen zijn op te lossen in dit land, zijn de minister en staatssecretaris en daarna weer een nieuwe minister van Veiligheid en Justitie en de Kamervoorzitter en Kamerleden van de VVD en de Partij van de Arbeid er druk mee geweest om rookgordijnen op te trekken. Liegen is hard werken en dat geldt ook voor degenen die proberen die leugens te ontrafelen. De vorige minister van Veiligheid en Justitie moest al meer excuses maken dan goed voor hem was. En ook de nieuwe, die alles te maken had met de bonnetjesaffaire, gedraagt zich als een minister van uitwegen. Niet geheel onverwacht trouwens, wat ons betreft. Bij het eerste excuus in oktober 2015 zat de minister nog in zijn proeftijd. Net te vroeg voor consequenties, maar toen al bleek dat de minister en zijn ambtenaren niet bepaald on speaking terms waren. Een cruciale fotoshoot waarvan talloze ambtenaren al maanden op de hoogte waren, kwam niet bij de minister terecht. En in plaats van zich goed te laten informeren, nam de minister vervolgens ook nog een voorschotje op zaken waarvan hij niet op de hoogte bleek te zijn. Het werd hem vergeven, ook in het kader van twee coalitiepartijen die het zich niet konden veroorloven elkaar los te laten. In december volgde het sorry over de tevendeal. Het zoekgeraakte bonnetje en het onterechte verwijt aan het adres van de ICT-afdeling van zijn eigen ministerie, dat nota bene op verzoek van hoger hand haar onderzoek noodgedwongen moest staken. Daar maak je geen vrienden mee, voorzitter. Maar ondanks het gebrek aan vrienden mocht de minister blijven zitten van de Partij van de Arbeid. Gaaf land. Burgers die massaal worden afgeluisterd, zonder concrete verdenking mogen worden opgepakt en, zeker als ze een kleurtje hebben, standaard de schijn tegen hebben, moeten toezien hoe liegende ministers het voordeel van de twijfel willen en krijgen. Alleenstaanden met een bijstandsuitkering die af en toe bij elkaar slapen, moeten vrezen voor hun inkomen omdat dit kabinet ervan uitwenst te gaan dat zij in dat geval een huishouden delen en dus aan het frauderen zijn. Burgers de schijn tegengeven en zelf het voordeel van zeer veel twijfel willen? Nee hoor, wat de Partij voor de Dieren betreft niet. Wat ons betreft stapt de minister van Veiligheid en Justitie op. En we wachten gespannen af hoe de minister-president hem het land uit gaat zetten. Want dat is de nieuwe lijn toch? Doe normaal of ga weg. Respecteer ons land, anders is hier geen plek voor jou. We zijn benieuwd. Wij kunnen ons namelijk geen grotere dis van Nederland voorstellen dan glashard misbruik maken van het vertrouwen dat in je is gesteld als de machthebbers. Maar voorzitter, de vraag is ook of de minister-president zelf kan blijven zitten. Liegen is niet alleen hard werken, een alternatieve werkelijkheid creëren en in stand houden, terwijl die vermaledijde ware werkelijkheid zich maar niet lijkt laten uitroeien en steeds in flarden de kop opsteekt, doe je niet alleen. Je hebt medeplichtigen nodig die de feiten steeds de kop indrukken, platwalsen zeg maar, en zo een snelweg aanleggen voor de leugen. En voorzitter, het heeft er alle schijn van dat de minister-president een zeer bedreven doofpotmanager is. En erger nog, dat hij dat als een van zijn belangrijkste taakopvattingen ziet als leider van dit land. Eén aanleiding daarvoor pikken we eruit. De minister-president heeft steeds gezegd dat hij pas van het bedrag hoorde toen het bonnetje naar lang zoeken opdook. En nu ontkent hij dat hij dat eerder heeft gezien. De ambtenaren zouden de antwoorden wel hebben gekregen, maar die waren niet op zijn bureau beland. Zijn verklaring lijkt ons een beetje kwetsbaar. Zo'n hoog oplopende affaire en dan zelf de antwoorden niet zien? Het zou kunnen hoor, maar erg geloofwaardig is het niet. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Krol.